We zijn hier zo in Vreeland, bij de familie van de Pauw. We zijn een drie generatie maatschap. Ikzelf ben Simon, mijn zoon Jeroen en mijn vader Piet. Sinds 2015 is mijn zoon in de maatschap gekomen. We hebben een melkveebedrijf met een 55 melkkoeien en 40 stuks jongvee. En een melkgeitenbedrijf met een 620 melkgeiten en 250 stuks jonge lammeren. We zijn steeds bezig om het bedrijf te optimaliseren. Gezondere koeien, gezondere geiten, productie verhogen. Maar we willen niet eigenlijk groeien, want dat kunnen we hier niet, want we zitten in een Natura 2000 gebied. Nou, we zijn de hele tijd bezig aan het bedrijf te optimaliseren, koeien gezonder maken. Via een collega boer Sjoerd Vogels zijn we op het product Litamax gekomen. Die vertelde al dat zijn koeien veel gezonder waren. Nou, we zijn nu 5 maanden bezig met het voeren. Nou, we zien meteen al resultaat dat de weerstand beter is. Het zijn ook weerstandmineralen. En we zien al aan de koeien dat ze vitaler zijn. 2-3 liter melk zijn ze omhoog gegaan. De vruchtbaarheid is beter. We zien ze ook beter tochtig. De mest is beter. En vooral de mortolaro is weg uit de stal. En daar hadden we nog wel last van. En wie weet gaan we het bij de geiten ook proberen. We zijn voortdurend bezig met de mineralen voor de koeien, maar ook voor de geiten. We zijn nu bezig met een nieuw product. En in de testfase. De Qualix emmer is eigenlijk een product van Timac Agro. Wat wij 2 jaar onderzoek hebben gedaan in Frankrijk op ons eigen innovatiecentrum in Saint-Malo. Daar hebben wij onderzoek gedaan naar een nieuw concept van een likemmer wat geen suikers bevat. Wat een 3.0 mix bevat van een reductie van een methaangas van 37% in de pens van zowel een koe of een geit. Verder ook een bestendig eiwit in de Qualix zit wat beter opneembaar is door het dier en een betere vertering geeft van het voer wat het dier opneemt. Het is een product wat vast in de emmer zit, wat niet loslaat als het buiten staat door regen en heel goed opneembaar is door het dier.